En dan sta ik weer een kleine 2 weken later in Bad Hoeverdorp in de PlayStation 4 Brand Space in de mooie Skylounge van het Sony hoofdkantoor. Vorige keer was ik hier met Erik, Matthias en Chris, maar vandaag ben ik hier met communityleden van PSXSense. En we gaan hun dus eventjes vragen wat hun ervaring is hier met de PlayStation 4 in deze mooie Skylounge. This is for the players. Hey, je bent hier met de PlayStation 4 aan het spelen. Is dit de eerste keer dat je op PlayStation 4 speelt? Ja, ik heb bij NetGame in Groningen heb ik heel kort even FIFA gespeeld. Maar dit is wel echt veel relaxter. Dat je zo rustig in je eentje. Gewoon, lekker op je gemak. Ja, inderdaad. De controller ook volledig in je hand. Ja, dus voor mij nu de eerste keer dat ik op de PlayStation 4 speel. Het is ook voor het eerst dat ik eigenlijk de nieuwe controller vast heb gehouden. Wat eigenlijk het eerste gevoel is dat hij eigenlijk goed in de hand ligt tegelijk. Nee, is de derde of vierde keer ongeveer al. En de eerste keer zo uitgebreid of ook al vaker uitgebreid op PlayStation 4 kunnen spelen? Nee, het is echt de eerste keer dat ik compleet uitgebreid. En de eerste keer was zeg maar het PlayStation event in Utrecht toen op de jaarbeurs. Dus maar nu echt even uitgebreid. Het is echt de eerste keer. Normaal ben ik altijd van de Xbox. Maar ik ben nu eigenlijk wel overtuigd om over te stappen naar de PlayStation. Ja, dat is de eerste keer. En het bevalt me heel erg. Ja? Ja. En bevalt het? Ja, heel erg. Ja? Het is heel mooi. Het is mijn allereerste keer dat ik op de PlayStation 4 speel. Het is erg leuk. Als ik de PlayStation 4 ga halen zelf, dan denk ik dat ik hem ga halen voor Call of Duty Ghosts. Het is de allereerste keer dat ik PS4 heb, ja. Ja. Die ik in mijn handen heb, ja. En dat betekent dus ook dat je de DualShock 4 voor het eerst in je handen hebt. Ik neem aan dat je natuurlijk veel op de PlayStation 3 hebt gespeeld. Wat vind je nou van de nieuwe controller? Nou, om te beginnen, de eerste keer dat ik het in mijn handen had, dacht ik van, weet je, zo bijzonder vond ik het ook weer niet. Want PS4 dat wordt helemaal de hemel in geprezen als het nieuwe ding. Nou, eerst dacht ik van, het is gewoon een game controller. Maar hoe lang ik het in mijn handen heb, hoe fijner ik het vind. Ik had net Battlefield 4 gespeeld. Als je moet gaan schieten, moet je de R2 en L2 gebruiken. En normaal slipt het weg. En nu blijft mijn vinger gewoon erop rusten, weet je. En dat is gewoon, ik vind het echt fijn. Ik vind hem eigenlijk wel beter vasthouden. Het is iets groter ook. En waardoor... toch iets beter vasthoudt dan die andere twee die dichter bij elkaar zaten, vooral de pookjes ook. Ja, hij ligt veel beter in de hand dan de 3. Ze werken ook lekkerder en een stuk steviger lijkt me ook. Ja, super relaxed controle, ligt lekker in de hand, klein. Ja, speelt gewoon lekker eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, hij bevalt voor mezelf bevalt hij wel goed. Ik heb net natuurlijk Call of Duty gespeeld en in ieder geval, je hebt er inderdaad ook meer grip op. Ja, heel licht ook en het is wel fijn in de hand. Ja. Als je vrijdag de PS4 haalt, voor welke launch games ga je? Ik heb nu FIFA 14, Assassin's Creed en Call of Duty besteld. FIFA 14. FIFA 14. FIFA. NBA 2K14. Battlefield. Battlefield 4. Killzone. Assassin's Creed 4. Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. Zo, dit was een ochtendje gamen met de community in de PlayStation 4 Skylounge. We hebben verschillende mensen eventjes gevraagd wat zij van de PlayStation 4 vonden. En wat overduidelijk wel naar voren komt is dat ze allemaal de PlayStation 4 fantastisch vinden. Dus daar rest mij nog één ding te zeggen. Vanaf vrijdag ligt de PlayStation 4 officieel in de winkels. This is for the players.